woensdag 15 januari organiseerde het MKB Leidschendam-Voorburg een nieuwjaarsbijeenkomst klaar voor de start. Het thema dit jaar was NL Next Level, gefocust op nieuwe innovaties en de toekomst van ondernemerschap. MBO Rijnland opende hun deuren voor een drukke avond gevuld met verschillende interessante seminars. Een groot aantal enthousiaste ondernemers had zich aangemeld om meer inzicht te krijgen op de nieuwste ontwikkelingen in het bedrijfsleven. In de loop van de avond stroomden er ook een hoop bekende voorzitters, wethouders en andere functionarissen binnen. Na afloop van de seminars was het dan ook tijd om gezellig even te netwerken met hapjes en drankjes. Daarna verzamelde iedereen zich in de zaal voor presentaties van de organisatoren en sponsors. Een vertegenwoordiger van de Rabobank vertelde over hun nieuwe plannen en ontwikkelingen voor 2020, zoals het samenwerken met andere bedrijven om betere diensten aan de klant te kunnen leveren. Dit doen ze niet alleen door hun platform open te stellen voor integratie met andere services, maar ook door zelf software te ontwikkelen waar andere bedrijven gebruik van kunnen maken. Vervolgens vertelde de voorzitter van het MKB over hun plannen voor de toekomst. Er werd verteld over het huidige politieke klimaat en wat dat kan betekenen voor lokale ondernemingen. Maar de centrale boodschap was de kracht en het belang van het Nederlands middenkleinbedrijf. Het is de grote hoeveelheid lokale ondernemers die onze economie sterk en ons land welvarend maken. Ter afsluiting was er ook de prijsuitreiking voor ondernemer van het jaar, in samenwerking met het krantje. De heren van Huygens viel in de prijzen en Leo Valk nam de cheque vol trots in ontvangst. Na een welverdiend applaus voor de organisatoren was het tijd voor een gezellig netwerkdiner. De catering stond al klaar met een gezonde Hollandse maaltijd voor alle hardwerkende bezoekers. En er werd de rest van de avond volop genetwerkt, maar vooral ook genoten van dit geslaagde evenement. Eén ding is zeker, de nieuwjaarsbijeenkomst was een mooie start van 2020.